Goedenavond allemaal en welkom in de Bali. Kijkers thuis, maar ook mensen zeker hier in de zaal. Onze economie die wordt steeds meer en meer beheerst door een paar gigantische bedrijven die kleine concurrenten steeds meer opslokken en hun monopolieposities verder verstevigen. En dan hebben we het al snel over bedrijven die we allemaal kennen. Denk aan Amazon of Meta, voorheen Facebook of Google. En helaas is dit behalve voor een handjevol mensen slecht nieuws. Aldus Jan Eekhout, schrijver van het boek De Winstparadox. Hoe kan een kleine groep supersterbedrijven zo'n dominante greep hebben op onze economie, maar ook op onze samenleving en op onze democratie en arbeidsmarkt? Vandaag bespreek ik dat met de auteur van het boek, Jan Eekhout, maar ook met een paar andere tafelgasten. Ik stel ze alvast kort aan jullie voor. Dat zijn Esther Mirjam-Sent, Hans Stegeman en Marieke de Ruiter. Straks krijgen zij een uitgebreidere introductie, maar we gaan voor we de discussie induiken eerst luisteren naar professor Eekhout, schrijver van het boek De Winstparadox, maar vooral ook econoom en wetenschapper. Jan, het woord is aan jou. Dankjewel, Monique. Als één kind geboeid wordt door een ander, dan ziet één persoon af. Als er een leraar is die niks geeft om een lesgeven in een klas, dan zien 20 kinderen af. Maar als er een systeem, een onderwijssysteem is dat niet werkt, dan zijn er miljoenen kinderen die afzien. En ik ga het vandaag hebben over een systeem dat gebroken is, net als een onderwijssysteem dat gebroken is. En om beter een connectie te maken met welk systeem dat is, wil ik een verhaal vertellen van mijn vriend Alex. En Alex die had een start-up bedrijf. En 2 jaar geleden, net voor de pandemie, ontmoette ik hem. We hadden elkaar lang niet gezien. En als we elkaar gegroet hadden in een café waar we afgesproken hadden, zei ik, de dingen zijn niet goed. Ik heb mijn start-up bedrijf dicht gedaan. En hij woonde in Californië, in Silicon Valley. Ik keer terug. Hij woont nu in Portugal, omdat hij daar een nieuwe job heeft. Hij zegt, ik doe het niet meer, start-ups, ik heb het gehad. En terwijl hij dat verhaal vertelt, wat er precies gebeurd is, horen we op de schermen, of zien we op de schermen van de televisie, het verhaal dat de Dow Jones toen precies 25.000 bereikt had. Het verhaal van de news anchor was dan, dit is ongelooflijk goed nieuws voor de economie. Dit is het nieuws dat ons vertelt eigenlijk dat er enorme winsten zijn in de bedrijven en daarom dat iedereen de economie het goed doet. En Alex zegt, nee, niet voor mij. En het is niet alleen voor mij, ik heb het gezien in de sector van de start-up in Silicon Valley. En daar is het inderdaad niet zo. En zelfs de persoon die ons de biertjes brengt, die hoort de conversatie, die zegt ook niet voor mij. Want ik werk al in deze job sinds 2004. En mijn loon vandaag is exact hetzelfde als toen. Dus meer dan 15 jaar zonder enige loonsverandering. Dus hoe kan het dat we aan de ene kant die enorme winsten, die enorme stock market valuations hebben, en aan de andere kant zien we dat mensen die een klein bedrijf hebben, die een normale job gaan uitoefenen, daar niets van zien. En de thesis die ik naar voren breng is dat er een systeem is dat gebroken is, een gebroken systeem. En dat systeem is eigenlijk een systeem waar er te weinig concurrentie is. Te weinig concurrentie tussen bedrijven, want die hoge marktwaarden die we zien in een Dow Jones komen eigenlijk alleen door het feit dat er een klein aantal bedrijven zijn die hoge winsten maken, maar ze maken die hoge winsten eigenlijk alleen maar omdat er geen concurrentie is. Niet omdat ze enorm veel innoveren, maar gewoon omdat er geen andere bedrijven zijn die hun prijzen eigenlijk een beetje doen verlagen. Laat me een aantal statistieken tonen en laat me beginnen met die Dow Jones. Eerst en vooral, als je kijkt naar de Dow Jones sinds de Tweede Wereldoorlog, dan is de Dow Jones eigenlijk speciaal gaan veranderen sinds de jaren 80. Want tot de jaren 80 ging die eigenlijk niet veel omhoog. Maar sinds de jaren 80 en vooral de laatste jaren hebben we een enorme stijging gezien. Ja? Dus dat is in real terms, dus aangepast voor inflatie. Maar als je dan gaat zeggen, uiteindelijk, wat is het scharniermoment in 1980? Nu, zoals ik al zei, het verhaal van mijn vriend Alex is niet een verhaal van één persoon. Hij zei ook zelf al dat het ook een verhaal was van andere start-ups in Silicon Valley. Maar het is eigenlijk een verhaal van alle start-ups in de economie. Er waren net onder 14% van alle bedrijven die start-ups waren aan het eind van de jaren 70. En als je er kijkt, die start-ups zijn enorm gaan dalen. Nu zitten we nog aan 8%. Nu, start-ups zijn kleine, jonge bedrijven die snel groeien. Dat zijn bedrijven die
meer mensen aanwerven, die meer jonge mensen aanwerven en die vooral meer innoveren. En dat zijn dus de blokjes, de Lego-blokjes van de economie. Nu, als je minder van die Lego-blokjes hebt, heb je minder innovatie, heb je minder groei, heb je minder vooruitgang. En het verhaal van de persoon die de biertjes bracht is ook niet een individueel verhaal. Het is een verhaal die we eigenlijk veel uitgebreider zien. Hier ga ik tonen wat er gebeurt met productiviteit, hoeveel de gemiddelde werknemer produceert. En vergelijk dat met wat er gebeurt met de lonen. En je ziet tot opnieuw 1980 lopen lonen en productiviteit eigenlijk samen. En van 1980 gaan die lonen beginnen stagneren. Dit zijn de lonen van 90% van de mensen. Natuurlijk zijn er de toplonen van CEO's en van superstars, maar uiteindelijk de lonen van 90% van de bevolking zijn gaan stagneren. En dat is een indrukwekkend feit en er is een relatie tussen die marktmacht en die lonen en die daling van de start-ups. Nu, waarom is dit het geval? Wel, een groot deel van de verklaring komt uit eigenlijk heel snelle technologische verandering. Snelle technologische verandering. Ik denk altijd dat technologische verandering is een beetje in de film van de economie is zowel de held als de slechterik. De held omdat technologische verandering enorm veel bijdraagt tot de groei en de economie. Maar tegelijkertijd, en in die digitale of digitalisering die we eigenlijk meegemaakt hebben sinds de jaren 80, hebben veel bedrijven die snelle technologische verandering ook kunnen gebruiken om concurrentie erbuiten te houden. En laat me het voorbeeld geven van een platform. Bijvoorbeeld eBay. Gesticht in de midden jaren 90. En uiteindelijk, waarom is eBay zo waardevol? Natuurlijk, vroeger ging je naar een antiekmarkt om een oud stuk kunst te kopen. Nu kan je dat allemaal van de hele wereld samen vinden. En kan je vraag en aanbod daar samen krijgen. Maar wat er gebeurt op die markt, is dat het precies heel goed werkt en waardevol is als die enorm groot is. Als ik een verkoper ben, wil ik gaan waar alle kopers zijn. En als ik een koper ben, wil ik zijn waar alle verkopers zijn. En die schaalvoordelen, die netwerkeffecten die we daar krijgen, zorgen ervoor dat met deze nieuwe technologie dat er eigenlijk maar één netwerk kan zijn, één platform kan zijn. Yahoo Auctions heeft geprobeerd om in die markt te geraken, maar ze hebben het nooit gekund. En dus de vraag is, wat kunnen we doen daaraan? Eerst en vooral die netwerkeffecten, die schaalvoordelen, die zorgen ervoor dat eBay 7 of 8% per transactie kan vragen, terwijl het eigenlijk hen minder dan 0,5% kost. Nu, hoe kunnen we die concurrentie daarin krijgen? Wel, eerst en vooral dus een beetje kijken naar de geschiedenis. In de geschiedenis is dit niet de eerste keer dat dit gebeurt. Als je kijkt naar de, laat ons zeggen, 1900, dan was de snelle technologische verandering, was dat elektriciteitsvoorziening, was dat treinen, dan was dat olieontginning. En wat gebeurde er in die industrieën? Die creëren enorme grote schaalvoordelen, want dat zijn industrieën die ook dan fysieke schaal nodig hebben. Terwijl vandaag is het meer een digitale schaal die je nodig hebt. Maar toen is het eigenlijk heel slecht afgelopen. Want als je kijkt, die ongelijke, die loonstagnering die dit gegenereerd heeft toen, is eigenlijk alleen kunnen opgelost worden door wel twee wereldoorlogen en een grote depressie. En de vraag is, is er iets wat we vandaag kunnen aan doen? Het antwoord ligt in de reden waarom dit is. Ik gebruik dit beeld. Dit is het beeld die Warren Buffett eigenlijk ons gegeven heeft. Omdat hij zegt, als ik investeer in een bedrijf, wil ik een bedrijf die eigenlijk een kasteel is, waardevol is. En ik wil daar dan een persoon die er over beheert, die bekwaam is en die ervoor zorgt. Maar ik wil vooral dat er een grote, enorme slotgracht rond zit. Want ik wil dat die slotgracht de concurrentie eruit haalt. Ja. En dus de vraag is, om een oplossing te vinden voor dit probleem, moeten we een manier vinden om die slotgracht te gaan verkleinen. Bij eBay moeten we kunnen voor zorgen dat er op een manier concurrentie is op dit netwerk. We moeten niet noodzakelijk die netwerken gaan opsplitsen, want de waarde komt precies uit het feit dat het netwerk groot is. Maar we kunnen wel dingen doen, en in de informatica noemt men dat interoperability, we kunnen wel dingen doen om het netwerk te gaan scheiden van degenen die operatief zijn op dit netwerk. En dat kan je doen door regulering, de scheiding van het netwerk en de competitie tussen operatoren. Uiteindelijk, de oplossing is meer concurrentie.
meer concurrentie die grote bedrijven eigenlijk het vuur aan de schenen gaat leggen. En dat is positief voor de consument, maar het is ook positief voor de heel bredere economie, voor de kleinere bedrijven en die start-ups en voor de lonen van de gewone werknemer. Dus de volgende keer als je het verhaal hoort van de Dow Jones, het zal waarschijnlijk 40.000 zijn, of misschien zelfs 50.000. En je hoort het verhaal en je hoort opnieuw het verhaal van welk goed nieuws en hoe gezond de economie is, dan nodig ik je uit om twee keer na te denken en te gaan denken over, is het wel echt zo? Het is inderdaad zo dat in de Dow Jones 30 bedrijven, en het zijn er maar 30, enorme hoge winsten halen. Maar het betekent ook dat er enorme polarisatie en ongelijkheid bij komt. En die polarisatie en ongelijkheid weten we uit de geschiedenis die slechte gevolgen kan hebben. En ik denk dat het aan ons is vandaag om er iets te gaan aan doen en te gaan nadenken hoe we dit eigenlijk kunnen opnieuw gaan vermijden. Ik denk dat als we gaan nadenken met beleid, met regulering, met politiek om meer concurrentie te krijgen, dat we dan wel hogere lonen kunnen krijgen, dat we dan wel kunnen nieuwe start-ups krijgen die de Lego-blokjes zijn van de economie en dus minder polarisatie en ongelijkheid geven. Dank je wel. Jan, hartelijk dank voor je presentatie. Het is altijd een beetje een makkelijke vraag aan het begin, maar ik ga het toch doen. Wat is nou volgens jou het belangrijkste punt wat je het liefst naar voren wilde brengen met dit boek? De gevolgen op de hele economie. Als je kijkt met mensen die nadenken over die grote bedrijven, dan zeggen ze, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er binnen de sector van maybe tech, maar of de sector van cement of de sector van textiel meer concurrentie is. Maar hier gaat het echt om wat gebeurt er als gevolg van al die verschillende sectoren op arbeidsmarkt, op kleine bedrijven, op KMO's. Hoe dat eigenlijk een veel grotere invloed heeft, economiewijd. En dat is eigenlijk het punt van het boek, dat we daar moeten gaan over nadenken. Niet alleen wat de feiten zijn, en ik probeer de feiten te beschrijven, maar ook wat we er kunnen gaan aan doen door te begrijpen hoe het komt. Waar komt dit vandaan? Ja, zullen we één voorbeeld bespreken? Een van de voorbeelden die je in je boek ook aanhaalt is de biermarkt in België. Nu hou ik best wel van bier, dus ik vind dat een leuk voorbeeld. Zou je kunnen uitleggen hoe die biermarkt in België er in principe dus voor zorgt dat die lonen aan de onderkant lager worden? Eerst en vooral, dit is een globaal probleem. Ja. En onze Belgische AB InBev is een multinational. En het is inderdaad zo dat InBev is eigenlijk al Braziliaans en Belgisch. Mm-hmm. En dat was Interbrew, was een conglomeraat van Belgische biermerken. Bev is beverages van Brazilië. En dan AB is Anheuser-Busch uit de Verenigde Staten. Dus het effect is niet op de lonen direct in België. Het is AB InBev, Google, Inditex in de textielindustrie. Alle platformen die we zien waar een enorme marktmacht is. Als je dat allemaal samen neemt, en dat is eigenlijk het meest, laten we zeggen, macro-economische effect. Dit heeft een effect op hoge prijzen die lagere productie genereren. En lagere productie betekent ook dat er minder vraag naar arbeid is. Want uiteindelijk moeten we minder gaan produceren omdat de prijzen weer hoger zijn. En daardoor, als je die daling van de vraag voor arbeid krijgt, krijg je ook daling van lonen. Dus het is niet een relatie dat AB InBev zijn eigen werknemers slechter betaalt. Ook ja. Google betaalt zijn werknemers slechter. Iedereen wil graag voor Google gaan werken. Het punt is, als je die vele bedrijven samen die marktmacht hebben, gaat bekijken welk voor een effect ze hebben op de macro-economie. En dan is het eigenlijk een globaal probleem. Maar klopt het als ik zeg dat het voor hun, omdat ze zoveel winst maken, eigenlijk niet eens meer zo aantrekkelijk is om meer te produceren? En daardoor is het ook, hoeven ze zeg maar al die mensen niet in dienst te nemen, hoeven ze al die onderaannemers niet te doen. En dat heeft dus die invloed op die lonen. Ja, ja. Dat is het. Oké, okay, nou, dan snap ik dat gedeelte in ieder geval. Ik ga ook even mijn andere tafelgasten voorstellen. Hier naast mij Esther Mirjam Cent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Partij van de Arbeid. En hoofdstratege bij Triodos Investment Management en columnist bij onder andere het Financieel Dagblad Hans Stegeman. Dankjewel dat jullie hier ook allebei zijn. Hans, ik ga eerst even naar jou. Je hebt het boek ook gelezen.
Die analyse die Jan geeft, gaat dat ook op voor de Nederlandse economie? Ja, ik denk, Jan had het over de Dow Jones. Ik zou zelf de Nasdaq liever nemen, denk ik nog. Want daar zie je het nog duidelijker in. Maar het gaat niet alleen over die supergrote bedrijven. Het gaat ook over grote bedrijven in Nederland. Als we de postmarkt nemen in Nederland, dan zien we eigenlijk hetzelfde. De telecommarkt. Daar is wel gebeurd wat Jan net schetst. Van het netwerk is een beetje gescheiden, maar niet helemaal. Dus dan zie je toch weer dat ze weer samen gaan. We hebben eigenlijk maar de keuze tussen Ziggo en KPN. Je ziet het in de supermarkten. Albert Heijn, Jumbo, heel veel gefuseerd. Dus ze krijgen overal eigenlijk hetzelfde soort effecten. En naast dat het leidt tot ransonering, zodat je niet de optimale productie hebt, leidt natuurlijk ook tot veel te veel macht in de toevoerketen. Wat je bijvoorbeeld bij supermarkten ziet. En bij de post zien we natuurlijk duidelijk weer dat er wordt onderbetaald. Want wat zie je dan voor concreet effect als je kijkt naar bijvoorbeeld die supermarkten? Nou, als je maar een paar supermarkten hebt. En je bent hier als boer. Meestal zijn die ook weer gefuseerd. Dus het gaat niet ooit een individuele boer. Maar je hebt dus veel minder partijen. Dus ja. De partijen hebben veel meer marktmacht om de marges in de keten onder druk te zetten. En dat zie je aan alle kanten gebeuren. En dan zegt de supermarkt als verkooppraatje: ja, maar jullie klant willen toch niks anders dan lagere prijzen? Wat natuurlijk zo is. Jullie willen niet veel betalen. Dus wij doen het voor jullie. Wat natuurlijk maar een deel is van het verhaal. Want het andere deel heeft Jan net beschreven. Ja. Esther Mirjam, de zorgen die professor Eekhout in die zin heeft, deel je die zorgen? Zeker. Ik vind het goed in zijn boek dat hij niet alleen de zorgen beschrijft, maar dat hij ook oplossingen aandraagt. Ja. En op een manier die heel erg toegankelijk is met allemaal individuele anekdotes. En ik word hier niet voor betaald om dit te zeggen. Ik vond het echt heerlijk om het boek te lezen. En het was een genoegen om dat hele speelveld te zien. En te zien welke belangrijke processen er plaatsvinden. De globalisering, de digitalisering, de daling van het arbeidsaandeel. En ik denk wat in Nederland nog wel in aanvulling op de Amerikaanse analyse aan de hand is, is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Opkomst van het aantal zelfstandigen zonder personeel, opkomst van het aantal flexwerkers. Dat zet de marktmacht van de werknemers nog verder onder druk dan in de Verenigde Staten het geval is, of dan in historisch in Nederland het geval was. En kunt u dan uitleggen wat dat betekent? Wat het probleem is misschien van die flexibilisering? Het probleem met die flexibilisering is dat de vakbond minder een vuist kan maken. Dat er minder onderhandelingspositie is. Dat je ziet dat flexwerkers eigenlijk bij voorkeur een vaste baan hebben en dan een wat lager salaris maar op de koop toenemen, omdat ze zo'n zwakke onderhandelingspositie hebben. Dus dat komt ook de macht van de werknemer niet ten goede in een markt waar er al zoveel macht voor de werkgever is. Er komt nog heel even iemand binnen. Welkom. Jan, wat ik ook een beetje zeg maar door het boek heen las en ook in interviews die je gaf, is dat het in die zin ook een boek is over ongelijkheid. Zou je me kunnen uitleggen wat dan de verhouding is tussen die marktmacht die je beschrijft en ongelijkheid? Tuurlijk. Om te beginnen is ongelijkheid tussen degenen die de eigenaars zijn van de bedrijven. En dat kunnen ook wij zijn. Als we een pensioenfonds hebben, dan kunnen wij aandelen hebben in Apple. Mm-hmm. En dan zijn wij eigenlijk mede-eigenaars van dat bedrijf. Maar ook tussen degenen die enkel een looninkomen hebben. En de meerderheid van de mensen die een gewoon loon hebben, hebben geen aandelen. Dus dan zie je al ongelijkheid daar. Er is ongelijkheid binnen de mensen die werken, want ik heb het voorbeeld al gegeven van CEO's, maar je kan het ook hebben bijvoorbeeld over een programmeur die voor Google werkt. Die wordt enorm goed betaald, want dat is eigenlijk bijna een superster zoals een voetbalspeler, want die zijn ongelooflijk in vraag en dus die krijgen lonen die enorm hoog zijn, terwijl die andere lonen allemaal dalen. Dan krijg je daar al ongelijkheid. Maar misschien nog het meest verbazende is de ongelijkheid die je krijgt binnen de bedrijven. Omdat je aan de ene kant die supersterbedrijven hebt die enorm groot zijn en enorme grote winsten draaien. Maar wat wij zien in de data is dat er voor de meeste bedrijven eigenlijk de winsten naar beneden gegaan zijn. En dat is een beetje een uitdrukking van het feit dat die start-ups het niet meer kunnen maken. Maar ook dat er veel bedrijven zijn die bijvoorbeeld tegen een winkelketen moeten gaan concurreren en dan de keuze hebben of ik moet hier omwille van schaal, omwille van andere technologische redenen, ofwel gaan dichtdoen, ofwel aan enorme lage winsten gaan werken. En ik zie ook, als ik
praat met de werkgeversorganisaties, dan is daar eigenlijk ook een beetje een spanning. Want dan heb je werkgeversorganisaties bijvoorbeeld in België die zich opstellen ten voordele van de kleinere bedrijven en die zeggen van dit is een probleem, want we zien een Amazon die ons daar echt gaan onder druk zetten. Terwijl dat die ze andere werkgeversorganisatie dan ook ABN in zijn cliënteel heeft. En dan die zeggen van ja, maar dat is eigenlijk toch zo geen groot probleem. Dus dan zie je daar opnieuw nog eens ongelijkheid. Want uiteindelijk, als je kijkt, de grote meerderheid van de bedrijven zijn kleine bedrijven. Dat is eigenlijk, ja, als die hun winsten naar beneden gaan, dat is hun vorm van hun loon in zekere zin. En dan zie je dan ook opnieuw die ongelijkheid. Hans, ik heb ook in een column van jou gelezen over specifiek deze ongelijkheid. En dat je dat niet eens zozeer alleen een moreel probleem vindt, maar ook een economisch probleem. Waarom is dat een economisch probleem? Nou, uiteindelijk is net wel weer iets anders dan dat het alleen gaat over bedrijven. Maar ongelijkheid zorgt ook voor inefficiëntie. En dus inefficiëntie een tweede orde effect op de allocatie, zou ik zeggen. Dus in eerste instantie zeggen economen van ja, je hebt markten, je hebt prijzen. Wat mensen daar willen, hun preferenties zorgen ervoor dat je nut maximaliseert. Maar als je ongelijkheid hebt, zorgt dat er ook voor dat je dat mensen te weinig hebben en aan de andere kant te veel. En die te veel hebben, die benutten de spullen die ze hebben niet optimaal. Want je hebt gewoon overconsumptie, is overgebruik. Gewoon te veel spullen in je huis. Ja, voor een deel. En dat, maakt het inefficiënt. Twee auto's. Ja, nou ja, voor een deel. Hè. En dat werkt uiteindelijk ook zo door in ongelijkheid tussen bedrijven. Maar dat is een net iets ander probleem. Kijk, de kern hier is natuurlijk dat die markten niet werken. Dus dat is het eerste orde probleem. En ik bedoel in die column waar je bedoelt, dat tweede orde probleem. Van als de verdeling te scheef is, dan gaat het ten koste van vooruitgang. Dat is weer hetzelfde argument van als het gaat over die start-ups eigenlijk. Van je komt er niet meer bij. En dat is natuurlijk de motor van vooruitgang. En die slaat dan af, om het zo maar te zeggen. Ik zie jou heel erg knikken. Ja, de OESO heeft dat berekend. En komt op Nederland uit voor een schade van ongeveer 0,25% economische groei per jaar. Want wat in Nederland bijzonder is, is dat het niet zozeer de inkomensongelijkheid is die heel erg groot is. Maar in Nederland is de vermogensongelijkheid juist heel erg groot. Dat kun je in zo'n parade van PEN laten zien, waarin mensen in een uur lang langs moeten lopen. En dan van kleine vermogens naar grote vermogens. Kunt u die parade iets beter uitleggen, zodat ik het voor me zie? Oké, ik begin even opnieuw. Je zet mensen in een rij met mensen met weinig vermogen. Die mogen eerst langslopen en dan nemen de vermogens steeds verder toe. So far, ja, so good. Ik ben er, ja. Goed. Dan gebeurt het pas na, die mogen een uur lang lopen ze langs. En na drie kwartier komt pas het gemiddelde vermogen langslopen. En dat gemiddelde vermogen is dan 1,74 meter. En helemaal aan het einde van het uur komen de grote vermogens langs en die zijn 9 meter. Dus om aan te geven hoe scheef die vermogensongelijkheid is. En in Nederland is de vermogensbelasting relatief laag. Dus dat is een specifiek aandachtspunt, een vertaling van de inzichten van het boek naar wat er in Nederland aan beleid noodzakelijk is. Herkent u dit verhaal, als u dit zo zegt? Ik bedoel, het boek gaat hem vooral over die niet werkende machten, maar waar komt de vermogensongelijkheid vandaan? Omdat al die rijkdom eigenlijk geconcentreerd zit ook. Als je ziet een Zuckerberg die een waarde heeft van, ik denk dat het nu 100 biljoen... Ja, een stukje minder, hè? Ah, nu is het Het is vandaag. Och, arme. Het is een paar weken al. Okay. Ja. Maar in elk geval zie je die enorme concentratie. En ik heb het daarnet over Warren Buffett gehad. Iedereen zegt de Oracle of Omaha, maar uiteindelijk, die heeft precies sinds de jaren 80 enorm die stijging meegemaakt. En dat is een concentratie van vermogen. En dus dat is er meteen het gevolg van. Ik denk dat die niet werkende markten eigenlijk een verklaring geven waarom we die eigenlijke concentratie krijgen van vermogen. En als jullie misschien alle drie kijken naar de bedrijven waar het hier eigenlijk over gaat in zo'n boek. Is er een specifiek bedrijf waar jullie je misschien zorgen over maken of waar jullie extra aandacht voor hebben? Bedoel je een bedrijf die er de negatieve gevolgen voor heeft? Of? Ja. Ik zou zeggen alle kleinere bedrijven. Ja. En het hoeft by the way niet noodzakelijk alle kleine bedrijven te zijn. Want uiteindelijk zie je ook bijvoorbeeld in de biotechnologie zie je soms kleine bedrijven die enorme grote winsten draaien.
Want dat is gewoon de technologie. Terwijl dat je in de winkelketen zie je typisch heel grote bedrijven. Die hebben eigenlijk kleinere marges. Dus je moet het eigenlijk per sector gaan bekijken. Het is niet noodzakelijk een klein bedrijf. Maar zelfs binnen de biotechnologie, het bedrijf dat dominant is, zal groter zijn dan de concurrent. En dan heb je het altijd relatief in jouw sector. Dan ga je kijken waar sta je. En het is typisch het kleinere bedrijf. Nu, Hans had het er net over efficiëntie. Natuurlijk, je wilt niet die kleine bedrijven gaan levendig houden als ze inefficiënt zijn, als ze het niet kunnen maken. Maar als die het niet kunnen maken omdat er eigenlijk geen toegang is tot de markt, zoals het geval van een platform of een eBay, dan is er een probleem. Want je kan honderden kleine bedrijven hebben die kunnen concurreren op een platform zoals dat van eBay en toch klein, efficiënt zijn, winst maken. Maar zij hebben omwille van de wetgeving toegang tot die markt. En op dit moment hebben ze daar geen toegang toe. Ja, ik heb nog misschien een metaprobleem. Jij had het er net ook al over. In de financiële sector en met name aan de asset manager kant zie je eenzelfde soort concentratie. Precies hetzelfde wat Jan heeft beschreven. En dan denk ik aan de Black Rocks van deze wereld. We hebben eigenlijk maar vier grote mondiale asset managers. Wat zij doen, en dat zijn dus de aandeelhouders van al die grote bedrijven. En zij hebben maar één doel. Zij willen zoveel mogelijk rendement halen van die bedrijven. Wat ze produceren, dat maakt niet uit. Hè. Dat zijn ook onze. Hè, die voeren ook een aantal van onze pensioenen waarschijnlijk uit in Nederland. BlackRock doet dat zeker. Dus zij versterken eigenlijk, doordat ze zelf in de sector dat probleem hebben van heel erg geconcentreerd en dus heel veel marktmacht. Door wat zij doen, en dus te investeren in al die andere bedrijven, versterken ze eigenlijk dat effect. En dat is mijn grootste zorg eigenlijk. En kun je uitleggen waarom je dat dan precies zorgen baart? Wat is het gevolg van zoiets? Omdat het niet dus alleen het probleem van de sector is. Wij kunnen eigenlijk, als de Nederlandse overheid hulp ergens bij nodig heeft, dan komen ze al, of de Europese Commissie laatst nog, dan komen ze uit bij BlackRock om te adviseren over duurzaam beleggen. Nog even maar een voorbeeld. Dus er zit een enorme machtsconcentratie in die sector. Maar het effect is groter, omdat wat zij dus doen, niet zich alleen, hè, zoals bij Google of bij Apple kan je zeggen van ja, maar dat is alleen de sector waarin ze bezig zijn. Maar de machtsconcentratie van deze bedrijven, die heeft invloed in de rest van het systeem. En zelfs met hetzelfde belang om ervoor te zorgen dat je alleen maar op korte termijn meer winst genereert door die mooie gracht te vergroten. Want dat is wat zij willen. Zo kijken beleggers ook naar bedrijven. Zoeken bedrijven, Warren Buffett moet een mooie gracht hebben. En dan versterk je dus dat effect in de economie. En zij doen ook een aantal activiteiten, wie er eigenlijk, het lijkt alsof het er concurrentie is. Een voorbeeld is een onderzoek die een aantal collega's gepubliceerd hebben over de luchtvaartsector in de Verenigde Staten. En een BlackRock zit daar en die zijn aandeelhouders zowel van, laten we zeggen, Delta en United. En Delta en United zijn zogezegd concurrenten. Maar als jij dezelfde eigenaar van dat bedrijf hebt, dan zeg je van, hoe concurreren die? Ja. Want uiteindelijk heeft de eigenaar er het meeste interesse in dat ze niet concurreren. Dat ze eigenlijk een zogezegd verborgen collusie gaan uitvoeren. En dat gebeurt ook. En dat is wat zij zien in die studie. Ik zie jou knikken. Het klinkt misschien als een ver van ons bedshow. Maar het heeft ook gewoon gevolgen voor de huizenmarkt in Nederland. Waar BlackRock investeert in huizen. Er baat bij heeft om ze niet te verhuren of tijdelijk van de markt af te halen. Om zo de prijzen op te drijven. Dus het heeft echt effect op het dagelijks leven van ons allemaal. En daarom ook zo belangrijk om tegenmacht te bieden. Dat gebeurt in Europa met de Digital Services Act, de Digital Market Act bijvoorbeeld. Dat gebeurt binnen de OESO. De belastingwetgeving wordt ook te pas en te onpas vermeden door de grote investeerders. Met het Base Erosion and Profit Shifting project. Want elk land heeft een prikkel om maar de belastingen te verlagen om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Ja. Met een bedrijf van ons weggaat, ja. Ja, met als gevolg. En uiteindelijk verdwijnen ze dan ook nog eens een keer. Is nog niet goed genoeg. Dus het is belangrijk om daar op Europees niveau tegenmacht te bieden. En ook op mondiaal niveau waar dat mogelijk is. En dat is, ik vind het bemoedigend. We hebben nu een beetje zitten mopperen. En ik vind het ook goed aan het boek, want daar staat het ook in. Hè, welke oplossingen zijn nou? Wat is nou de stap verder? En een stap verder is tegenmacht organiseren. Ja. Meer concurrentie op de markt. En mededingingswetgeving en belastingwetgeving. Ja.
Nou ja, eigenlijk loop je al vooruit op het gesprek. Ik dacht, we gaan eerst het probleem neerzetten en dan gaan we zo naar de oplossingen. Nee, ja. Maar dat klopt volgens mij helemaal, dat we die tegenmacht moeten organiseren. Maar wat we eerst even gaan doen, want we hebben hier aan tafel met elkaar gesproken. Maar we gaan ook even naar een intermezzo kijken van onze theatermaker die we hebben hier bij de Bali. Hij heeft het boek ook gelezen en hij heeft zijn visie hier opgegeven door middel van een theaterstuk. Ik zou graag willen aankondigen Max Wint, hier in de rol van Frits Stuyvesant. Dus dan geef ik nu hierbij graag het woord aan Frits. Hij is arbeidsexpert en motivational speaker. Dank jullie wel. Mijn naam is Frits Stuyvesant, geen familie. En ik ben arbeidsspecialist. Ja, en dat begon voor mij een lange tijd geleden. 7 jaar oud was ik, denk ik. Nog maar een klein manneke. Ik weet het nog goed. Het was Sinterklaasavond. Het was in Drenthe, in Erm, waar we toen woonden. Het sneeuwde buiten. De wind fluitte door de brievenbus. De pepernoten lagen op tafel. En mijn ouders zeiden tegen mij: Frits, neem plaats. We hebben een probleem. Frits, jong, we hebben een heel groot probleem. Er bestaat zoiets als marktmacht. Er zijn bedrijven die een monopolie hebben en een slotgracht om zich heen bouwen en hun concurrenten overkopen. Daardoor kunnen ze hun producten te duur verkopen en hun werknemers onderbetalen. Nee, niet helm, Frits, niet helm. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is een heel nare situatie en daar moeten we iets aan doen. De wereld zou een onwaarschijnlijk veel betere plek zijn als er jij bent er altijd beter in, hoe noem je zoiets? Een soort toezichthouder zou komen. Die dan toezicht houdt op de ding. Zodat de ding niet te groot wordt. Een soort strandwacht. Maar dan in plaats van strand houdt hij de bedrijven in de gaten. Snap je? Ja, en kleine Frits, ik zie je nu wel kijken van: waarom vertel papa en mama dit in godsnaam aan mij? Nou jong, ik zal je zeggen, wij vertellen dit aan jou, zodat je er misschien later in je leven, tijdens een boekbespreking in een middelgroot debatcentrum met allemaal economen, naar terug kan refereren. Dat was in 2022. We zijn nu 20 jaar later. Ja, het is nu 2042. Voor de mensen die nu nog in de veronderstelling zijn dat het 2022 is. Nee, dat is fout. Iedereen is net in de tijd gereisd. Het is dus 2042 nu. Pepijn van Houwelingen is minister-president. De Groningse separatisten hebben gewonnen. En Elon Musk zit samen met 40 crypto-miljardairs vast op Mars. Het is 2042 en de wereld van bedrijven en werk, de economie, if you will, is totaal veranderd. Ik ben Frits. En jullie kennen mij waarschijnlijk van de methode Frits, internationaal geprezen. Het antwoord op hoe je het meeste uit je werk haalt in plaats van je werk het meeste uit jou. Ja. Ja. Toen ik nog dat kleine manneke was, toen droomde ik er altijd van om gewoon nooit te hoeven werken. Ik kon me niet voorstellen hoe dat efficiënt kon zijn. Leek me stom, saai. Nu ben ik veel verder. Van alles meegemaakt. Mijn jeugd, mijn opleiding, wasdom, een spirituele en seksuele ontwakening, dat is een andere methode. Nu sta ik er totaal anders in dan toen ik 7 was. Ik ben Frits en ik heb van mijn werk gemaakt. Ik ben Frits, dit is de methode Frits, maak van jouw werk jouw werk. Mensen vragen mij altijd: Frits, wat is de bedding van die methode? Wat is nou de vruchtbare grond waar jij je zaadjes op gestrooid hebt? Nou, dat begon ook een lange tijd geleden. Dankzij een of ander enorm succesvol boek over marktmacht werd er in 2022 plots een mondiale financiële toezichthouder ingesteld. Alle te machtige bedrijven werden opgebroken. Het minimumloon steeg met een riante 4 euro. En kerngezonde concurrentie bloeide overal weer op. Kapitalisme zoals zelfs Adam Smith het in zijn natste dromen niet durfde te bedenken. En in die context hobbelde ik als 22-jarige go-getter met een joie de vivre die zijn weerga niet kent, de arbeidsmarkt op.
klaar om het te maken. En sindsdien heb ik non-stop gesteggeld om van mezelf de optimale arbeider te maken. Hyper-efficiënt, extreem flexibel en ongekend guitig. Optimaal geoptimaliseerde optimalisatie. De beste en meest efficiënte werkmethode door de ogen van Frits Stuyvesant. De beste werkmethode volgens Frits Stuyvesant. De methode Frits. Bam. En dan vragen mensen altijd aan mij van Frits, wat bedoel je? Hoe moet ik dat voor me zien? Schets het beeld voor me, schets het beeld. Wat gebeurt er dan? Oké, nou. Een gemiddelde werkdag van de methode Frits ziet er ongeveer als volgt uit. Ik sta op om 8:00, spring onder de douche, waar ik 30 minuten hands-free de klantenservice van een boutique internetprovider draai. Daarna loop ik naar de bakker om de hoek en doe ik op mijn telefoon wat microwork voor een AI-bedrijf van redelijke grootte. Foto's van zelfrijdende auto's beoordelen, vertaalfouten corrigeren, dat soort werk. Dan op de fiets naar mijn schoonmaakwerk eet ik een croissantje. Terwijl mijn telefoon Flippocoin aan het minen is, verbonden met een powerbank die wordt opgeladen door de dynamo van mijn fiets. Bij elk stoplicht natuurlijk nog even wat microwerk. Dat doe je niet tijdens het werken, tijdens het fietsen. Safety first, methode Frits. Dan drop ik nog een pakketje af van een koeriersbedrijf dat vroeger de allergrootste was, maar inmiddels, net zoals alle andere bedrijven, tot een schitterende, hoog concurrerende middenmoot behoort. Dan schoonmaken, wat best zwaar werk is, want het is een goor gebouw, allemaal trappen en ik ben de enige. Maar het verdient best prima eigenlijk. Tijdens het schoonmaken neem ik via FaceTime de podcast Fritscast op met Gijs Groenteman. En dan is het 12:00, tijd voor lunch. En de lunch die gebruik ik om een aantal enquêtes in te vullen, terwijl ik live op Twitch een productiviteitsworkshop in Zurich in het Nederlands ondertitel. En als het schikt, dan leid ik meestal nog een teammeeting als part-time filiaalmanager van de KFC in Hoensbroek. En dan om de middag lekker te breken rijd ik nog een paar ritjes voor een service die exotische dieren verhuurt. Bruinbehaarde gordeldieren, capybara, spinaapjes, dat soort werk. Ik neem een selfie van een hagedis, bijna uitgestorven hagedis. Die mint ik als NFT. En dan tussen 3:00 en 4:00... geef ik meestal een workshop personal branding aan een internationale peuterspeelzaal. En dit is wel grappig. Die wordt dan weer live ondertiteld door een microworker in Sri Lanka. Dat is een full circle moment. Ja, genieten. Ja, en dan na die workshop, dat is het bijzondere. Dan neem ik gewoon een paar uurtjes vrij. Heerlijk. Helemaal voor mezelf. En in de tijd die ik dan niet werk aan mijn werk, dan werk ik aan mezelf. Boeken. Facts Don't Lie, Freakonomics, Steven Pinker, Pop Science, podcast, mediteren, nieuwe skills leren. Wist je dat je via Skillshare 25.000 cursussen kan volgen? Van social media tot mobile photography tot financial planning. Of je nou een nieuwe passie zoekt, een side hustle wil of gewoon een nieuwe skill wil leren. Skillshare is er voor jou. Om jou te laten bloeien, groeien en je die nieuwjaarsdoelen te laten bereiken. Join nu miljoenen anderen op Skillshare met een speciale aanbieding. Ga naar skillshare.com/frits en gebruik code methode Frits voor 2 maanden gratis. Dat is skillshare.com/frits. En dan ben ik in de avond helemaal zen en opgeladen voor mijn motivational speeches over productiviteit in middelgrote debatcentra door het hele land. En dan ga ik naar huis. Naar bed. Slapen. En de volgende ochtend sta ik op en is misschien wel helemaal anders. En dat is dan het mooie van een flexibele speler zijn. Van een spin in het web van vraag en aanbod. Van de vliegende kiep van het werkveld. Het is een kwestie van kijken wat de zwaar gereguleerde markt van je verlangt. Want als je van je werk jouw werk maakt, zoals ik van mijn werk heb gemaakt, dan is er geen gemiddelde dag. En dat is de methode Frits. Mensen die vragen me vaak, Frits, jongen, is dat niet heel eenzaam? Is dat niet eenzaam, al dat micro-work, mini-work, nano-work? Is dat niet ontzettend vermoeiend, al dat werk, tijdens werk, als een soort matroeska van arbeid? Ben jij niet een pion in het schaakspel van de late capitalist consumer comfort society? Word jij niet als vuil behandeld als je door de groegemeente, als je hun vloeren poetst, hun veggie-ramen-flits bezorgt, hun kakatoes aflevert? Tuurlijk, zeg ik dan, tuurlijk. Ik ben helemaal gesloopt. Kijk naar me, schim van de vent.
Kijk, als de vraag is, Frits, haal jij voldoening uit je werk? Geeft jouw werk jouw zingeving? Kom je aan het einde van de dag thuis met een senang gevoel? Vind je het leuk? Volg je je passie? Doe je waar je voor gestudeerd hebt? Kan jij je op een creatieve en speelse manier uit in je werk, omringd door leuke en inspirerende mensen van vlees en bloed met wie je buiten werktijden vriendschappelijk contact kan hebben? Is jouw lichaam in staat om deze manier van werken langer dan 5 jaar vol te houden? Word jij elke dag blij wakker, vol energie en klaar om te beginnen aan een nieuwe dag? Als dat de vragen zijn, dan is mijn antwoord nee, natuurlijk niet. Domme vraag. Maar dat is ook helemaal niet de juiste vraag. De juiste vraag is, Frits, heb jij een hoge arbeidsmobiliteit? Ja. Frits, kan jij op papier rondkomen van je werk? Ja. Frits, heb jij het statistisch gezien beter dan de gemiddelde mens 100 jaar geleden? Als je gewoon helemaal niet kijkt naar regionale verschillen, de klimaatcrisis en de grote kobaltoorlog van 2035. Ja. 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 Ik ben Frits en ik heb van mijn werk gemaakt. Want als de methode Frits, die werkt voor jou, voor mij, voor werk, voor ons, voor iedereen. En dat ik me tijdens mijn werk ziels en ziels ongelukkig voel, is juist goed. Want werk creëert een grotere welvaartsstaart waar ik in mijn vrije tijd een lekker puntje van kan smikkelen. Waardoor die vrije tijd des te rustgevender wordt. Relatief. En bovendien, volgens alle economische modellen heb ik, de arbeider, het wel naar mijn zin. Gaat het wel goed met me? Ben ik een zo productief mogelijk lid van onze economie? Is mijn welvaart gestegen? Is mijn koopkracht gestegen? Heeft deze homo economicus zijn schaapjes op het droge? Is mijn werkweek 1,5 tot 3 uur korter gemiddeld? En ik zie sommigen van jullie nu kijken van, ja, Frits. Frits. Ja, ja, jij bent ook natuurlijk een bovengemiddeld knappe, maar toch heel benaderbare cis-hetero-witte man. Ik bedoel, die economische modellen, houden die wel rekening met de mensen in de sweatshops in Bangladesh, de chipfabrieken zonder airco in China, de kobaltmijnen in Congo? Nou, en het mooie is, ja. Ja, nee, maar serieus. Dat is, volgens mij wel. Dat zit daar ergens. Dat zit ergens in die modellen. Ook zij zijn er een stuk beter aan toe. Juist die mensen. Ook zij krijgen een lekker stukje welvaartsstaart. En ik denk heel eerlijk dat deze enorme kaleidoscoop aan arbeidsomstandigheden delen met een waanzinnig publiek toch wel het leukste werk is wat ik tot nu toe heb gehad. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb altijd de rekeningen kunnen betalen. Nooit een uitkering gehad. Maar ja, je werk is toch gewoon je werk. En dat doe je vooral ook om daarnaast dan van het leven te kunnen genieten waarin jij jezelf werkt. Maar dit is anders. Dit hier. In deze zaal. In een middelgroot debatcentrum. Dit delen met jullie. Gepassioneerd. Mijn verhaal. Van nou ja, mijn verhaal, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dit is niet per se mijn verhaal. Ik ben niet Frits. Ik ben eigenlijk gewoon een acteur. Tobias, hi. Ik ben ingehuurd door een motivational speakerbedrijf genaamd Talk of the Town. En wat ik nu vertel is niet mijn ervaring, maar is de ervaring van Youssef, een echte werktijger. Is omgeschreven tot een monoloog door Willem. Die werkt dan weer bij een micro-writers agency in de Filipijnen. Ik snap het, dat klinkt misschien allemaal super omslachtig, maar dat is eigenlijk dus juist heel efficiënt. Want de kosten die gaan heel erg omlaag. Zo'n outgesourced Filipijnse schrijver, die huur je in voor een appel en een ei. En dan wordt zo'n schrijver, zo'n spreker als ik voor de balie inhuren gewoon fiscaal heel interessant. dan is iedereen blij. Dat is de methode Frits. Dan wil ik jullie nu graag bedanken voor je tijd. Ik zie dat ik moet gaan, want mijn shift achter de bar die begint over 2 minuten. Dus dankjewel. Frits out. Ja, hij is er niet meer om te bedanken, maar dankjewel, Max. Als je misschien de livestream terugkijkt. Oh, hij is er alweer. Dankjewel.
Nou, we waren net even 20 jaar verder in een ander middelgroot debatcentrum. Ja, is dit een even aan iedereen, is dit een toekomstbeeld waar jullie naar uitkijken? Niet, het doet mij denken aan John Maynard Keynes. Die heeft in 1930 voorspeld dat we in 2030 nog maar 15 uur per week zouden werken. En wat hij niet heeft doorzien is precies wat heel erg mooi in de voorstelling naar voren kwam. Hè. Hoe je in die rat race terechtkomt, de ander het altijd weer even iets beter doet en je daar dan weer een stapje bovenop moet zetten. Wat wel goed is, is dat de lagere klasse of de arbeidersklasse is minder gaan werken. Maar dat is dan juist weer een vergroting van de ongelijkheid, de inkomensongelijkheid, heeft dat tot gevolg. En u? Of en jou? Vind je het een herkenbaar, is het een toekomstbeeld waarvan je zegt, nou... Ja, en ook zorgwekkend en herkenbaar. Misschien hetgene wat we niet kunnen herkennen is welke jobs we zullen gaan doen binnen 20 jaar of zelfs verder. Omdat uiteindelijk, we wisten ook niet, laten we zeggen in de jaren 50, het soort jobs die we vandaag doen, omdat we geen idee hadden wat de technologie zou zijn. Maar inderdaad, ja, dat is de richting waar het naartoe gaat. Ik wil eigenlijk nog iemand aan tafel vragen. En dat is Marieke de Ruiter. Zij is redacteur sociale economie bij de Volkskrant. Marieke, schuif aan. Marieke, we hebben jou ook hier aan tafel gevraagd. Onder andere naar aanleiding van een stuk wat je geschreven hebt voor de Volkskrant. Je doet onderzoek naar de arbeidsmarkt. En wat jij gedaan hebt, onder andere, is undercover gegaan bij bij het bedrijf PostNL. Kun je daar misschien iets over vertellen? Ja, zeker. Ik denk eigenlijk dat in optima forma laat zien wat marktmacht van bedrijven bovenaan een keten doet. Toen ik begon als economieredacteur had ik één voornemen. En dat was dat ik heel graag een keer in die bus wilde gaan zitten. Waarom wilde je dat zo graag? Omdat de film Sorry We Missed You van Ken Loach was net uit. En dat heeft denk ik op heel veel mensen heeft dat wakker geschud. Waar we eerst na dachten dat, nou ja, een beetje zo'n sketch als zojuist. Dat het idee van de vrije, blije platformwerker en de flexibele werknemer. Dat is door die film denk ik heel erg veranderd. We hebben toen denk ik allemaal gezien wat het betekent als je werk elke dag kan stoppen. En als je een heel onzeker bestaan hebt en een baan hebt waarmee je eigenlijk niet kan rondkomen. En ik vroeg me heel erg af hoe dat voor de Nederlandse arbeidsmarkt was. En het voornemen om pakketbezorgd te worden. Ik dacht PostNL, dus oud staatsbedrijf, een beetje oranje trots. En eigenlijk mijn eerste verrassing was dat 70% van de pakketjes helemaal niet door PostNL zelf wordt afgeleverd. Maar dat wordt gedaan door onderaannemers. Dus wat PostNL doet is, en dat is een prachtig filmpje, kan het iedereen aanraden om te zien. Maar een oud inkoopdirecteur van PostNL heeft een fantastisch plan opgevat begin dit decennium om eigenlijk de kernactiviteit uit te besteden. Dus in plaats van zelf de pakketjes rondbrengen, besteden ze het uit aan onderaannemers. En het voordeel daarvan is dat ze niet de ballast hebben van een cao. En dat ze die onderaannemers, dat zijn zelfstandige ondernemers, tegen elkaar kunnen laten opbieden. Dus daardoor kunnen ze hun pakketjes voor veel lagere prijzen laten bezorgen dan als ze de mensen in loondienst zouden hebben. Dus, ik wist, ik moet dan niet bij PostNL zelf zijn voor een baan. Ik moet bij een onderaannemer zijn. Maar ik las in je stuk, je hebt een berichtje op Marktplaats gezet. Ja. Hoi, ik ben een betrouwbare bezorger. Wie wil mij hebben? Betrouwbare koerier, ZZP of in loondiensten was de wervende tekst die ik daarvoor had. Hoe lang duurde het voordat je een berichtje had? Dit berichtje, ik had het 's middags had ik het online gezet. En toen 's avonds kreeg ik direct een bericht van wil je alles per se wit? Ja. En toen dacht ik, oh, oké. Nou, ik wist op zich. Ik was inmiddels achter dat er wat schakels tussen zaten. Maar dat er ook illegale activiteiten plaatsvonden, dat was wel enige verrassing. En zodoende kwamen meer reacties. Ik ben een aantal keer ook op gesprek geweest. En toen kwam ik erachter dat er onderaannemers van PostNL nemen routes aan. Maar die besteden ze ook weer uit. Dus het is, dat doen ze ook weer aan degene die het voor het minste geld doet. Dus
uiteindelijk onderaan de keten blijft er verdomd weinig over. Ik ben uiteindelijk zwart ergens aan de slag gegaan. Dus dat betekent vogelvrij. Voor 60 cent per stop. En een stop is een succesvolle stop. Dus als je je pakketje niet kwijtraakt, word je niet betaald. En als je 5 pakketjes op 1 adres moet afleveren, dan krijg je alsnog 60 cent. Ja. En wat ik ook las in je stuk was dat je dan ook op een dag eigenlijk 150 tot 200 adressen aan moet doen. Ja, en dat is een rustige dag. Ik werd ingewerkt door een jongen die ik zou gaan vervangen. En die had tijdens de coronacrisis 350 stops gedraaid. En zijn bus zat zo vol dat hij tegen de depotmanager zei van ja, ik kan niks meer meenemen. Dat ze zei, nou, dan kom je vanavond maar terug om de rest te halen. En je hebt dan dit onderzoek gedaan, je hebt zelf in die bus gezeten. Maar wat zijn dan de belangrijkste lessen die je er voor jezelf uithaalt, bijna over de arbeidsmarkt, als je dit doet? Ik denk 2 dingen. Eén is dat wat mij heel erg verbaasde, is dat toen ik dit begon, dat ik dacht van wat rottig van die pakketbedrijven, dat ze die andere schakels in de keten zo uitknijpen. Maar toen realiseerde ik me dat ook de pakketbedrijven min of meer slachtoffer zijn van de partijen die boven hen staan. En dat zijn de webshops. Er zijn 4 partijen die hebben 95% van de pakkettenmarkt in handen. Maar boven hen zitten er 5 webshops. Webshops die vrijwel het hele internet in handen hebben. Dus de pakketbedrijven worden onder druk gezet om het voor een laagst tarief te doen. En ja, zij schuiven dat af door anderen onder druk te zetten om die voor een zo laag mogelijk tarief weg te brengen. Ja, dat is eigenlijk dat verband met die marktmacht waar we het... Exact, ja. En het andere wat mij verbaasde is, ik dacht, als die werkomstandigheden zo slecht zijn, waarom blijf je dit werk dan doen? En als het zo slecht betaalt? Ik ben erachter gekomen dat de mensen die dit werk doen, hebben gewoon veel minder kansen op de arbeidsmarkt. Het zijn vooral mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond die gewoon 40% minder kans maken als zij ergens solliciteren. Maar ook omdat het voor hen ook voelt alsof ze een voordeel hebben. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor platformwerkers. Omdat zij schijnzelfstandigen zijn, dragen ze geen belastingen af en bouwen ze geen vangnet op en geen pensioen. Waardoor zij het gevoel hebben dat ze meer verdienen dan het minimumloon. Want zij krijgen bijvoorbeeld 16 euro per uur en het minimumloon is volgens mij 10,60 op dit moment. Maar ze vergeten dat die 6 euro, dat ze daar eigenlijk een vangnet voor zouden moeten opbouwen. Ja. En dat gebeurt niet. Nee. Kijk, Esther Mirjam, je deed net ook al een beetje een voorzetje over, we moeten een tegenmacht organiseren. Ja. Wat ik al zei, ook actief bij de Partij van de Arbeid. Over die tegenmacht en bij zo'n voorbeeld wat we dan horen over PostNL. Wat ik dan als buitenstaander een beetje denk, hoezo kan dat op deze manier gaan in Nederland? Moet daar niet vanuit de politiek betere oplossingen voor bedacht worden? Zeker, zeker. Ik denk dat er iets moet gebeuren met de zelfstandige aftrek. Dat er meer op Europees niveau de marktmacht ingeperkt moet worden. Dat er meer belastingwetgeving moet komen om dit aan te pakken. Er is ook een mooi initiatief voor een datavakbond. Want eigenlijk maken veel bedrijven winst met de data die wij aanleveren. En zou je niet die data is als tegenmacht moeten inzetten? Dus ik denk, gegeven de grote omvang van de problematiek, is het belangrijk om op vele velden daar tegenmacht te bieden. Maar als we dan, dat wil ik ook even aan Jan vragen, als je dan hebt over die marktmacht moet ingeperkt worden, hoe kun je dat dan concreet doen? Het is heel moeilijk. Ik zie in al die verhalen overal schaalvoordelen en netwerkeffecten en platformen. En uiteindelijk, data is eigenlijk een schoon voorbeeld van hoe je die schaalvoordelen krijgt. Dus we moeten creatief gaan nadenken over hoe we het doen. De oplossing is niet gemakkelijk, is niet evident, is niet meteen. We weten van, ik heb het daarnet gehad over die interoperability, dat er manieren zijn waar we iets kunnen gaan doen. Maar bijvoorbeeld een netwerk zoals een staatsbedrijf, zoals de Post. Is het een staatsbedrijf in Nederland? Nee. Hetzelfde geprivatiseerd. Dus in België is het nog altijd een staatsbedrijf. Maar ook die moet je gaan reguleren, want het maakt eigenlijk niet uit
wie de eigenaar ervan is. Je hebt een schaalvoordeel waar je iets moet gaan aan doen. En ik denk dat veel van die concurrenten, die kleine concurrenten, als die direct op dat netwerk kunnen gaan concurreren, maar niet een hiërarchisch systeem met waar je één dominante bedrijf en kan dan, heb je dan nog net verteld, heb je dan die webshops die er nog boven zitten, dan heb je netwerk tegen netwerk. En ik denk dat de regulering daar echt wel iets kan gaan doen. En dat is eigenlijk een oplossing die we moeten gaan zoeken bij het mededingingsambt. En daar een stap verder gaan zetten om ervoor te zorgen dat op die netwerken, dat die gereguleerde sectoren, dat al die bedrijven daar zonder in het zwart te gaan werken, kunnen op die netwerken gaan concurreren. Ja, er zit voor mij nog wel iets bij. Dat stond vanochtend ook in de krant. Hè. De producentenverantwoordelijkheid in de keten. He, dus daar komt ook wetgeving op van. Ja. Eén kant is natuurlijk hartstikke terecht, he, mededingingsbeleid. Andere kant is gewoon bedrijven zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun keten gebeurt. En een van die dingen is fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, zorgen dat er geen zwart werk is. En er zijn natuurlijk ook rechtszaken over geweest, maar dat is moeilijk afdwingbaar. En de wetgeving die er nu aankomt, zorgt er in ieder geval voor dat. Hè, dan krijg je morelere monopolies, zou ik maar zeggen. Nou, maar, dat is één stapje. Maar je zegt, ja, die bedrijven zijn verantwoordelijk, maar die verantwoordelijkheid nemen ze. Nee, dus duidelijk niet daarom altijd. Is er ook dus nieuwe wetgeving, dat geldt ook. Hè, dus eigenlijk zij moeten steeds meer gaan rapporteren over wat er gebeurt in hun keten. Ja. En dat zorgt ervoor, dat zorgt voor transparantie. Transparantie zorgt er hopelijk voor dat er ook betere keuzes worden gemaakt. Dat is nog steeds geen oplossing voor het marktconcentratieprobleem. Maar het zorgt er wel voor dat je een aantal van die problemen in die keten kan verminderen. En dat zijn ook stapjes die je volgens mij moet nemen. Hè? Want ik ben een beetje bang als we gaan zitten wachten tot we mededingingsbeleid voor elkaar hebben. Dan hebben we nog een heleboel mensen die worden uitgebuit in die tussentijd. Dus ik denk ook dat je dat moet doen. En als je dan kijkt, je kan op verschillende niveaus zou je die mededinging kunnen organiseren. Als we bijvoorbeeld kijken op nationaal niveau, hoe zou je dat dan moeten doen? Het hangt er natuurlijk vanaf welke markt het is. Als het een markt zoals de verdeling, kan je het eigenlijk bijna stad per stad gaan doen. Maar uiteindelijk denk ik dat voor vele van de problemen, voor zeker die technologische bedrijven met data, is het ook een globaal probleem. En ik zeg altijd, de eerste stap is, laat ons de lokale politici vragen om te kijken naar Europa en aan Europa te vragen om te kijken naar akkoorden op wereldvlak. We hebben met de G7, we hadden daarnet al over belastingen. In mei vorig jaar was er een akkoord om de winstbelasting terug te brengen of te harmoniseren naar 15%. En dat is om te vermijden dat Google naar Dublin gaat en dat die bedrijven eigenlijk die belastingsconcurrentie gaan uitspelen en de overheden tegen elkaar gaan uitspelen. Ik denk dat we een gelijkaardige coördinatie, globale, internationale coördinatie ook nodig hebben op mededingingsbeleid. Want uiteindelijk zijn veel van die problemen globale problemen. En ik denk dat we daar veel ambitieuzer moeten zijn. Het is ook veel moeilijker natuurlijk. Het is iets dat heel moeilijk gaat. Maar we zitten, als je het aan de beleidsmensen vraagt, we hebben hier beleidsmensen aan tafel, maar hoor ik dat er eigenlijk een momentum is dat er iets kan aan gedaan worden. Esther Mirjam heeft gepraat over de Digital Media Act van de Europese Unie. In de Verenigde Staten is het beleid nu met Lina Khan, die dus eigenlijk de Federal Trade Commission leidt, die echt heel actief is om dingen te gaan doen. En wat ik hoor is, wanneer momentum is, moeten we iets doen, want binnen 2 jaar is er een ander probleem en binnen 20 jaar zijn er nog veel grotere problemen. Dus in zekere zin is dit het moment om echt iets ingrijpend te gaan doen. En ik denk dat we enorm ambitieus moeten zijn, want als het venstertje voorbij is, dan is het voorbij. Zo'n mondiale toezichthouder, zie je dat voor je? Ik ben een beetje, dat zie ik in gedachten voor, maar ik denk alleen dat de praktijk anders is. We hebben natuurlijk ook in coronatijd gezien dat de monopolies alleen maar groter zijn geworden, omdat iedereen met andere dingen bezig was. Ik denk dat op dit moment in de wereld ook andere dingen bezig zijn. En ik denk dat we ook moeten nadenken, dus niet alleen, kijk, je kijkt heel erg naar marktstructuren, wat een terecht punt is, maar wat erachter ligt zijn natuurlijk ook eigendomsrechten. Ja. En dat is een hele fundamentele discussie die gaat van wie mag nou uiteindelijk en hoe lang mag je recht hebben op de benefits? En is dat Elon Musk die zichzelf moet kunnen verrijken? Is hij maakt die auto's niet eens zelf. Hij heeft misschien tot hoever gaat intellectueel eigendom? En kan je ook zeggen, nou, op een gegeven moment zijn we daarmee klaar. En dat gaat dus ook over de data van wie zijn die data? Misschien is het wel een publiek goed. Dus je kan daar
veel verder in nadenken dan alleen maar in marktstructuren. Het gaat ook heel erg om wat erachter ligt. Dat ligt natuurlijk altijd achter markten, maar eigendomsrechten. Maar zijn het altijd private eigendomsrechten die we nodig vinden dat markten moeten werken? Maar als we een probleem hebben met private eigendomsrechten, moeten we daar ook goed over nadenken. Maar is dat bijvoorbeeld, voor mij noemde u dat ook, wat die patenten die we wel zien binnen medicijnen, ja, dat een patent ook kan verlopen en dat er daarna zeg maar, ja, dat nee, het zijn patenten, maar het zijn ook innovaties die privaat zijn en waar iemand best wel hartstikke rijk mee mag worden, maar er zit misschien ook een grens aan. Dat je zegt van, ja jongens, het is leuk dat we met z'n allen met een raket naar weet ik veel waar gaan. Maar is dat maatschappelijk wel optimaal dat we dat laten bestaan? En dat is dus net een andere discussie dan puur over marktstructuren. Dat gaat echt over van, ja, wat vinden we daarin acceptabel? Want dat ligt er wel onder. Maar ik denk ook dat die patenten zijn eigenlijk soms ook de oorzaak van de marktmacht. Als je kijkt in vele sectoren, de farmaceutische sector, ook de technologische sector, worden die patenten gebruikt om precies die slotgracht te gaan construeren. En ik denk dat er daar ook veel opportuniteiten zijn om dat te verbeteren. Uiteindelijk, de huidige patentwetgeving is een archaïsche wetgeving. Want het is één kleedje dat iedereen past. En uiteindelijk is farmaceutische patenten zijn heel anders dan technologische patenten. Technologisch patent duurt 1 of 2 jaar. En ze hebben toch 15 jaar het recht om alleen te gaan produceren. En ik denk dat we daar een verandering nodig hebben en die enorm veel invloed zou kunnen hebben op die marktmacht in vele sectoren. Ik wil ook nog even naar u, ook specifiek over die toezichthoudersrol. Want u bent natuurlijk in die zin ook politicus. Ziet u dat voor zich, zo'n toezichthouder, bijvoorbeeld al eerst op nationaal niveau? Nou, we hebben natuurlijk al toezichthouder op nationaal niveau. Ja. Die taken kunnen uitgebreid, ook op Europees niveau. En ik zie het glas echt half vol. Ik zie echt de wil tot samenwerking, zoals die afspraken over belastingen voor bedrijven. En dat was jaren geleden niet mogelijk. En er is echt een wil tot samenwerking. Ook als je kijkt naar wat er op de arbeidsmarkt aan zit te komen. Krapte op de arbeidsmarkt. De macht die door werknemers daar, of de macht van de werknemers die daardoor versterkt wordt. De lessen uit de coronacrisis. De ongelijkheid waar zorgen over zijn. De polarisatie waar zorgen over zijn. Dan voel ik het glas half vol. En dan zie ik mooie lichtpuntjes die kunnen leiden naar een situatie waarin die verschrikkelijke macht doorbroken wordt. Of in ieder geval minder wordt. Zie je dat glas, ik zou graag optimistisch zijn, maar ik zie het dus echt niet. Ik maak me echt oprecht heel veel zorgen. En ook als ik zie, ook in Nederland, dat er door hele partijen gewoon wordt gelobbyd om te voorkomen dat marktmacht wordt doorbroken. Ja. En dan vind ik dat gewoon oprecht heel lastig te zien. Ik zou het graag zien, maar ik zie het ja. niet. Nou ja, wat er genoemd werd, hè, de Digital Services Act, de Digital Market Act, de Base Erosion and Profit Shifting, de Data Vakbond, de krapte op de arbeidsmarkt. En zeker, hè, de machten zijn groot. Kijk naar het onderzoek van Wimar Bolhuis, dat in het regeerakkoord altijd minder lasten op kapitaal zijn dan als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt. En dat is een illustratie van de lobbymacht van het bedrijfsleven. Dus de machten zijn groot, maar de tegenmacht zie ik op allerlei punten ontstaan. Maar als ik kijk naar de, nogmaals waar je ook mee begon, naar wat er gebeurt op de beurzen op dit moment, wat er gebeurt in de financiële wereld, dan is er weinig reden om echt optimistisch te zijn. We zien alleen maar toegenomen concentratie, wat ik net al zei, door corona zie je al die effecten versterkt worden. En ik ben het helemaal met je eens dat er wel wat aan regulering gebeurt, maar dat gaat allemaal niet snel genoeg. En wat zouden we dan moeten doen? Nou, ik denk dus dat je, wat ik net ook zei, je moet met al dat soort dingen bezig, daar ben ik hartstikke voor. En je moet denken aan mondiale harmonisatie. Maar ik denk ook dat het voor een deel niet gaat gebeuren. En het zijn welwillend. Dus je moet echt ook veel fundamenteler nadenken over die eigendomsrechten. Wat vinden we acceptabel? En dan op een gegeven moment zeggen, joh, jongens, het is leuk dat jullie zo'n macht opknippen, die hap. En dingen afpakken. Ja, ik ben geen communist. Ik wil best wel die private prikkels houden. En die zijn hartstikke nodig. Je hebt ook patenten nodig voor innovatie en dat soort dingen. Ja. Maar ik ben echt heel erg bang dat dat niet genoeg is. Ja. Er is ook een vicieuze cirkel tussen die marktmacht en die politieke inmenging. Want uiteindelijk,
hoe meer marktmacht je hebt, hoe meer winsten je maakt, hoe meer geld je beschikbaar hebt om te lobbyen, te lobbyen en de regulering te gaan beïnvloeden om nog meer marktmacht te hebben en dan meer winst. En dat is eigenlijk iets dat groter en groter wordt. En ik denk dat dat dringend moet worden gestopt. Want uiteindelijk is dat iets dat zo'n groot beest wordt dat we niet meer kunnen onder controle krijgen. Marieke, het glas bij jou, half vol, half leeg? Nee, zeker half vol, omdat ik richt me vooral op arbeidsmarkt. Maar ik zie dat vlak voor de coronacrisis waren er meer staking, of tenminste echt historisch aantal stakingen van mensen die zeiden we pikken het niet meer. Het ging niet alleen over salaris, maar ook over werkomstandigheden. Je ziet dat de wal het schip keert, bijvoorbeeld in Amerika, waar 30% van de werknemers is opgestapt omdat ze gewoon in het voordeel zijn, omdat er zo'n ontzettende krapte is op de arbeidsmarkt. En ondertussen denk ik ook, wetgeving gaat best wel langzaam, maar je ziet dat er mensen zijn die de handschoen oppakken. Uw landgenoot bijvoorbeeld Gianni Reale, een officier van justitie, die heeft ervoor gekozen om PostNL voor de rechter te dagen om het bedrijf verantwoordelijk te stellen voor de arbeidsomstandigheden die bij onderaannemers plaatsvinden. Ik vind dat hele hoopvolle signalen. En de lobby's zijn inderdaad streng. Ook in Brussel is er door de platformbedrijven bijvoorbeeld super actief gelobbyd om te voorkomen dat er wetgeving zou komen om platformbedrijven aan banden te leggen. Maar die is er toch wel gekomen. Dus ik heb wel het gevoel dat het feit ook dat we deze discussie hebben en dat niet alleen de focus ligt op mensen moeten zoveel mogelijk aan het werk zijn, maar ook wat moet werk zijn en wat is de kwaliteit van werk. Ik vind dat hele hoopvolle voortekenen. Hans, de voorbeelden die Marieke net gaf, dat is dan ook in die zin arbeiders die daartegen in opstand komen. Vind je dat die verantwoordelijkheid in die zin ook bij hun ligt? Of bij de arbeiders bedoel ik? Die zeggen we pikken dit niet meer. Ja, terecht. Ik denk dat ik mijn glas maar leeg ga drinken. Kijk, ik zit dan meteen te denken aan die flitsbedrijven die nog erger zijn, die er dan bij komen. Maar ook die flitsbedrijven komen nu met hele forse bonussen als je... Voor een deel is natuurlijk krapte op de arbeidsmarkt zal ervoor zorgen dat de machtspositie wordt versterkt. Maar we hebben natuurlijk wel, zeker in Nederland, een institutioneel probleem van de laatste decennia, waar jij ook mee begon. Dat we toch nog eigenlijk een hele zwakke vakbeweging hebben. En we hebben dan misschien in 2019 wel veel meer stakingsuren gehad, maar nog veel minder dan in de jaren 70. Dus het is, en dat heb je met glazen die half vol en half leeg zijn, het is natuurlijk allemaal relatief. Hè? Het hangt van je uitgangspunt af. En natuurlijk is er een ontwikkeling. Als het maar erg genoeg wordt, dan gaat er vanzelf iets positiefs ontstaan. Ja. En misschien is dat... En moeten we het zo ver laten komen? Nee, maar dat is misschien wel waar ik misschien toch wel een beetje in vastzit. Ik denk van ik zie best lichtpuntjes en ik zie dat er wat gebeurt. Maar onderliggend, en dan heb ik het niet alleen over Nederland, maar heb ik het over mondiaal. Ik denk dat Jan dat in zijn boek uitstekend heeft weergegeven. Is dit gewoon zorgwekkend? Is het ook historisch? En dat zei je net ook. Is dit gewoon een parallel die eigenlijk altijd heeft geleid tot extreme ongelijkheid, wat uiteindelijk leidt tot problemen in de samenleving? En die zie ik met... dat glas is bij mij dan toch leeg. Is niet erg, is niet erg. Nee, maar er is genoeg water om weer vol te schenken. Dat vind ik dan heel lastig om te zien. En natuurlijk moeten we... Maar werknemers in Nederland hadden al 10, 20 jaar geleden veel meer moeten doen. Ja. Hoe kan je nou accepteren dat je lonen niet omhoog gaan? Dat alles wordt geflexibiliseerd? En dan moeten we nu gaan juichen. Dat vind ik niet goed genoeg. Nee, maar dat is in die zin. Kijk, u zegt zelfs letterlijk in uw boek van, deze marktmacht, dat is ook een bedreiging voor onze democratie. Ja. Waarom precies? Ik bedoel, wel omdat dat uiteindelijk de grote meerderheid van de bevolking trekt aan het kortste eindje. En dat, ja. Dus de meerderheid ook politiek zal dat gaan uiten. En het gaat misschien eerst via sociale onrust, stakingen of de gele hesjes. Of dan ook dingen zoals Brexit. Ik kan me niet voorstellen dat een rationele keuze is van die mensen. Uiteindelijk om een slechter economisch systeem te gaan hebben in vergelijking met wat ze voordien hadden. Maar die zeggen ook, wij hebben niks meer te verliezen.
Uiteindelijk is de situatie zo slecht. 6 januari het Capitool vorig jaar in de Verenigde Staten. Dat zijn allemaal sociale en politieke uitdrukkingen. Maar er is een voedingsbodem, economische voedingsbodem, die dat eigenlijk enorm stimuleert. En dat is mijn grote zorg. En ik deel Hans zijn bezorgdheid daar. Het grote probleem is dat op een bepaald moment kan ontploffen. En mooi zal het niet zijn. En ik denk dat we het allemaal nog gaan zien. Dus het is niet zo ver weg. Want als je kijkt naar die Dow Jones. En dat is natuurlijk ook maar één grafiek. Maar ik kan je er 100 laten zien. Op verschillende manieren naar hetzelfde feit gaan kijken. Het is verslecht door COVID. Het is versneld door COVID. En het is in een versnellingsbeweging met die vicieuze cirkel door de politiek. Voor mij ziet het er ook niet goed uit, hoor. Het glas was half vol bij jou. Ik ga toch nog even naar jou. Die bedreiging voor de democratie, zie jij dat dan ook? Of valt dat mee? Het ene voorbeeld wat ik gaf, hè, de lobbymacht die ervoor zorgt dat in het regeerakkoord er minder lasten voor het bedrijfsleven komen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk bedreigend. Als je kijkt naar de financiering van politieke partijen en het Wilde Westen wat wij in Nederland daarin nog toestaan, is een potentiële bedreiging. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, we hebben eigenlijk heel weinig beperkingen in Nederland aan wat je qua financiën mag ontvangen als politieke partij. En al helemaal niet op gemeentelijk niveau. Dus dat is ontzettend kwetsbaar. Ondermijning, beïnvloeding. Maar toch als politicus vind ik optimisme een morele plicht. En daar spreek ik Immanuel Kant na. En vind ik dat ik vooral moet kijken naar waar kan ik het verbeteren. En? Nou, met de wet financiering politieke partijen, met het feit dat we nou de lobbypas hebben afgeschaft, dat niet langer is toegestaan, met zorgen dat het maatschappelijke geluid goed gehoord wordt door het Sociaal en Cultureel Planbureau bijvoorbeeld, waar Kim Putters voortdurend zegt, we moeten vanuit de mensen redeneren, door allerlei wetgeving, nou, waar ik het eerder over had, denk ik dat we op heel veel, uiteraard, de uitdagingen zijn groot, maar ik wil ze aangaan. Ja. Zal ik een positief proberen? Nou, is goed. Yes. Ik ga er goed voor zitten. Dat lukt hoor, maar ja. Misschien neem ik een verkeerde afslag. Maar, ik ga dan ingrijpen, want ik wil geen negatieve meer. Maar een van de oorzaken van marktmacht is natuurlijk innovatie en technologie en hoe dat in het proces gaat. Ja. Waar we de oliebronnen hadden, was het natuurlijk fossiele industrie, wat uiteindelijk ook monopolies werden, omdat het een hele grote investeringen met zich meebracht. Je zou, en dan moet je een beetje goede wil hebben, maar even met me meegaan. In de energietransitie, waar hernieuwbaar, waar zon en wind decentraal worden opgewekt, waar je minder grote investeringen nodig hebt, zou je, ik weet niet of het helemaal lukt, maar met enige wil zou je kunnen bedenken dat in ieder geval ervoor zorgt dat het democratiseert. De toegang tot energie en productie democratiseert. En dat zou misschien een basis kunnen zijn om te zeggen van ja, maar dan kan je monopolies opbreken en dan kan je dus een democratischer economisch systeem krijgen. En zo kan je ook wel denken, vaak gaat het uiteindelijk mis, moet ik helaas bij zeggen. Want uiteindelijk, tot die tijd kan het goed gaan. En, ja. Nee, maar zo kan je zeg maar gewoon door nieuwe innovaties, wil ik zeggen, door dingen die anders gebeuren, kan je ook vanuit de economie zelf die machten weer afbreken. En dat zou potentieel kunnen bij een energietransitie, zeker in landen die nog geen grote fossiele netwerken, opkomende economieën. Kan dat sneller gaan? Kunnen mensen toegang krijgen tot elektriciteit die ze eigenlijk niet hadden? En dat kan juist goed zijn. Ja. En ik denk dat die twee vliegen in één klap, zoals energie en groene energie en dan een marktmachtprobleem, dat ook moet de manier zijn om mensen te gaan overtuigen om dit door te duwen. Want uiteindelijk, als je die grote bedrijven hebt die er enorme interesses hebben om het niet te gaan doen, maar als je dan een bevolking hebt die zegt van kijk, oké, we moeten iets doen aan het milieu en tegelijkertijd aan die marktmacht, ik denk dat daar vele opportuniteiten zitten. En dat is de manier, denk ik, om het politiek gedaan te krijgen. Ja, want hoe ga je zo'n bedrijf nou overtuigen dat het toch ook voor dat bedrijf beter is om minder marktmacht te hebben? Je kan alleen genoeg mensen overtuigen dat het niet goed voor hen is. En dan dat het bedrijf geen enkele andere keuze heeft. Het bedrijf wil altijd die marktmacht. Ze willen die grote slotkracht. Altijd. Maar is er iets aantrekkelijks voor dat bedrijf om minder marktmacht te hebben? Of is het? Ik zie het niet. Oké, dus het moet vanuit alle mensen die buiten de slotgracht. Maar dat is de grote meerderheid. En uiteindelijk is dat, denk ik, de kracht van de democratie.
En ik dacht, we hebben meer democratie nodig, we hebben meer mondigheid nodig, we hebben meer ook informatie nodig. De mensen zien natuurlijk niet waar zit de marktmacht als ik 0 euro betaal voor mijn Google Maps. Die is gratis. Maar je betaalt met je data en dan eigenlijk zouden zij jou moeten betalen. En natuurlijk, dat is heel moeilijk om de mensen te gaan overtuigen waar de marktmacht zit. Maar waar we het kunnen, waar we de mensen kunnen informeren, denk ik dat we het moeten gebruiken. En dan die twee vliegen in één klap en dan krijg je misschien het resultaat. Maar ja, dat is dus precies, maar kijk, als ik Google gebruik, dan heb ik ook, ja, dan hebben de meeste mensen helemaal niet het idee dat ze dus betalen met hun data. Hoe kunnen we de consument ervan overtuigen dat ze daarin, nou ja, dat ze dat op deze manier betalen en wat het gevaar daarvan is? Nou, dat blijkt al jarenlang heel lastig te zijn. Ja. Dat is natuurlijk de crux van het probleem. Ook daar zou je kunnen zeggen van ja, daar moet gewoon wetgeving komen omdat dat gebeurt. Hè? Dat gaan bedrijven, dat was jouw vraag ook net, gaan bedrijven zelf marktmacht opgeven? Nee, natuurlijk niet. Dat is de kern van je verdienmodel. En dat, dus daar heb je wat. Kijk, en je kan bedrijven, en dat proberen we natuurlijk wel ook. Wij beleggen ook nog in bedrijven. Je probeert ze uiteindelijk aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. En zeggen dat ze ook een morele plicht hebben om dingen goed te doen. Maar ja, dat vinden ze leuk als wij dat zeggen. Maar dat lukt ook niet altijd. Dat dus is hetzelfde als aan een energiebedrijf vragen dat ze voor groene energie gaan zorgen, terwijl dat ze veel geld kunnen verdienen met olie. Dat ze er geen belang bij hebben. Ja. En ze gaan het niet doen, uiteraard niet. Ik denk dat de oplossing komt door meer concurrentie, maar op een manier dat je zegt, kijk, we moeten eigenlijk een zoals de sport, een veld hebben die dat gelijk ligt. Nu hebben we een veld dat zo ligt en hier staan 15 spelers zoals het voetbal is en hier 7. En de 15 lopen in de richting naar beneden. En dan hebben ze bovendien nog de scheidsrechter die een van hen is. En dan winnen ze natuurlijk altijd. En dat is heel ongelijk. En wat de wetgeving, denk ik, moet proberen te verkrijgen is het veldblad, 11-11, duidelijke regels en een onafhankelijke scheidsrechter die wetgeving gaat uitvoeren of ervoor zorgen dat het wordt uitgevoerd door iedereen. We gaan toch nog even een soort van rondje oplossingen doen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Even een rondje tegenmacht organiseren. Esther Mirjam, als je één ding nu mag veranderen of één tegenmacht mag organiseren, wat is dan volgens jou het belangrijkste? Ja, meer concurrentie. En dat kun je op meerdere manieren kun je dat organiseren. Met wetgeving op Europees niveau. Met tegenmacht vanuit werknemers. Dus meer concurrentie is denk ik het allerbelangrijkste. Hans? Ja, meer concurrentie. Maar dan zit ik met de vraag, gaan we dat met een toezichthouder doen of gaan we dat anders doen? Nou, ik zou, om maar iets anders ook te roepen, ik zou data een collectief goed maken. Hoe zie je dat voor je? Nou, gewoon, jij levert niet, dus die data, dat is net, dat heeft Jan allemaal verteld. De data is voor iedereen toegankelijk, voor allerlei partijen. Dus ja, je hebt net als een netwerk, het beste voorbeeld is natuurlijk ons elektriciteitsnetwerk. Dus meerdere partijen kunnen daarop concurreren. Nou, dat kan je ook met data doen. En dat kan je ook nog beperkingen aanbrengen. En misschien is dat wel iets minder efficiënt dan huidig, maar het is wel democratischer. Dus dat zou een ander idee zijn. Heb jij hier een idee over, Marieke? Als we kijken naar de arbeidsmarkt, denk ik juist minder concurrentie op soort arbeidscontracten. Ik denk dat er op dit moment zijn er heel veel mensen die precies hetzelfde werk doen, maar de een is ZZP'er en de andere is uitzendkracht en de ander is in dienst. Ik denk dat daar juist minder concurrentie moeten zijn. Hè, inperken van flexwerk en dat ZZP'ers echt ZZP'ers weer zijn en ja, niet schijnzelfstandigen. Exact, ja. En nou ja, daarvoor worden wel voorzetten gedaan door dit kabinet. Jan? Ik ben uiteraard akkoord met wat er gezegd is. Laat me een ander aspect belichten hier. Een van de grote succesverhalen van de misschien academisch, maar ook economische beleidsuitvoeringen, is eigenlijk de onafhankelijke centrale bank. Ja. En je zegt, waar heb je het nu over? Wel, in de jaren 70 hadden we hoge inflatie. En in landen zoals Argentinië of Venezuela hebben we dat nu nog. Waarom? Omdat de centrale bank niet onafhankelijk is. Waarom? Omdat als er een politicus de kans heeft om 6 maanden voor de verkiezingen geld te gaan drukken, lagere interestvoeten, maar uiteindelijk geld gaan drukken, dan ziet de economie er enorm goed uit
tijdens de verkiezingen en dan 6 maanden na de verkiezingen hebben we inflatie. En dat is niet goed voor de economie. Dus wat hebben we beslist? We moeten een onafhankelijke instelling hebben die uiteraard onder de controle van de politiek staat, maar die eigenlijk los staat van die cyclus van de verkiezingen. Een groot succesverhaal, want we hebben 2% inflatie. Uiteraard, er is inflatie nu, maar het is onverwacht. Dus er is meteen een reactie. Dat werkt enorm goed. Het is het grote succesverhaal. Ik denk dat we iets nodig hebben als een onafhankelijke centrale bank, maar nu voor de mededinging. Onafhankelijk, uiteraard onder de controle van de politiek, maar waar die inmenging van partijfinanciering, waar om CO2-emissies dat er niet direct de betrokken partij kan gaan financieren, wat er gestemd wordt en zo verder, om dat te gaan vermijden, onafhankelijke instelling. Maar dan is er nog een tweede aspect. De mededinging, en ik geef nu het voorbeeld van de Verenigde Staten, maar de cijfers zijn gelijkaardig in Europa. Voor de centrale bank hebben we in de Verenigde Staten 27.000 mensen die alles gerelateerd aan de centrale bank doen. En voor mededinging hebben we er minder dan 2.000. Als we de berekening maken wat de kost is van het bruto binnenlands product van inflatie, dan is een bekend resultaat van Nobelprijswinnaar Lucas 0,5% van het BPI. In de kosten die nu berekend worden van het excess van die marktmacht is 8-9%. Ik voel dat je iets wilt doen met die 2000 mensen. Dat die wellicht omhoog moeten. Het lijkt me gratis. Ja. Als je in plaats van 20.000, je gaat gewoon naar van 2000 naar 20.000, dan heb je meer mensen. En uiteindelijk is het zo. Al die markten zijn verschillend. Laat ons marktonderzoek doen in verschillende markten. En daar kunnen we dan een manier vinden. Als je praat met de mensen in mededingingsbeleid, ze zeggen allemaal, wij hebben 100 gevallen, 90 kijken we niet naar. 9 kijken we naar, maar beslissen we niks te doen. 1 doen we. We zouden er naar 100 moeten kijken en echt gaan iets doen. En wie moet het initiatief nemen voor deze? Dat is politiek. En ik denk 1, meer middelen en mensen. En 2, onafhankelijkheid van de geldstroom om die vicieuze cirkel te doorbreken. Ja, het pedante Nederland, ik weet de cijfers niet precies, maar volgens mij bij de Nederlandse Centrale Bank werken iets van 1800 mensen. En bij de privacyautoriteit, wat het niet te menen, daar werken volgens mij maar echt schandalig weinig mensen. Volgens mij enkele tientallen of zo. En dat is een deel van het probleem. Hè. Die privacy en het andere deel is natuurlijk mededinging, maar daar werken in Nederland ook veel minder mensen. Ja. Dus dat ja, helemaal eens. Dat is hetzelfde. Ik zie je knikken. Ik ga mijn glas nog een beetje afvullen. Ik ben dus ook wel even benieuwd. Er zitten allemaal mensen in de zaal. Zijn er mensen hier in de zaal die misschien nog een vraag hebben voor de sprekers hier aan tafel? Ik zie daar een hand omhoog gaan. Mijn collega Isabel komt even naar je toe met een microfoon. Misschien kan je jezelf even voorstellen en ook even vertellen aan wie je vraag richt. Ik ben Marijn Lems, journalist van NRC, maar niet op het vlak van de economie, dus leek. Dus ik had een vraag voor Jan. In het begin van uw presentatie zei u iets over niet die bedrijven opsplitsen, want daar halen ze hun waarde uit. En dat bleef even bij me haken, omdat ik altijd begreep van juist een groot deel van de oplossing zit wel in het opsplitsen van die bedrijven vanwege de grote macht die ze daarmee hebben. Dus ik vroeg me af of u daar nog even een toelichting op zou kunnen geven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als je me vraagt, moeten we Facebook, Instagram en WhatsApp opsplitsen? Ja, want die zouden nooit moeten samengekomen zijn. Dus ja, moeten we AB InBev opsplitsen? Ja, want InBev zou nooit Anheuser-Busch moeten gekocht hebben. Dus er zijn talloze gevallen waar we wel een opsplitsing willen. Als het geval is, zoals bijvoorbeeld een platform zoals eBay, waar de waarde komt uit het groot zijn, dan heeft het geen zin, want dan ga je de waarde eigenlijk verminderen. 2 platformen naast elkaar, trouwens, ze zullen nooit blijven bestaan, want er is een kracht om er eentje te laten winnen. En dat is die winner-take-all situatie van veel van die digitale markten. Dus denk ik dat het beter is om daar die interoperability oplossing te zoeken. Je laat het netwerk eigenlijk uitbuiten of controleren door 1
groep en dan je later op concurrenten. En het is een beetje zoals, het heeft geen zin om twee spoorlijnen tussen Brussel en Amsterdam te leggen naast elkaar om te concurreren. Laat er ons eentje leggen en laat ons dan regulering hebben opdat er concurrenten kunnen opzitten. En dan zegt misschien dat de Franse maatschappij zegt, ik ga Brussel-Amsterdam gaan doen. En dan zegt misschien de Deense maatschappij, ik ga die ook gaan doen, want dan gaan we concurreren op de prijzen, maar je hebt tegelijkertijd dat netwerk. Nu, met treinen is dat enorm moeilijk, omdat dat een fysische investering is. Maar het is eigenlijk nog meer mogelijk met die digitale schaalvoordelen zoals die platformen. En dat bedoelde ik. Maar ik ben ook akkoord dat er vele gevallen zijn waar je echt wel de bedrijven wil gaan opsplitsen. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, misschien nog één. U zegt dus eigenlijk dat in sommige gevallen die schaalvergroting min of meer onvermijdelijk is, dat een streven is. Maar zit hem dan niet in sommige gevallen ook weer een oplossing in deprivatisering, in het weer over laten nemen door overheden van grotere bedrijven die nu eenmaal die schaalvergroting in zich dragen? PostNL weer staatsbedrijf. Het zou kunnen, maar ik denk het vooral, en dan de vraag is, je hebt een overheidsinmenging nodig om de concurrentie te verkrijgen. En historisch met de treinen bijvoorbeeld hebben we dat gedaan door te nationaliseren. Dan heb je andere problemen van genationaliseerde bedrijven. En ik denk, en dan de vraag is hoe de eigendom van dus de rails is, hoe de eigendom van de treinen is, dat is dan een laat ons zeggen, secundair debat. Het eerste debat is, laat ons ervoor zorgen dat er concurrentie is zodanig dat de consument keuze heeft en lagere prijzen kan krijgen. Maar dat heeft inmenging van de overheid nodig. Je hebt een overheid nodig die dat voetbalveld gelijk legt, die ervoor zorgt dat het 11 tegen 11 is en dat er een onafhankelijke scheidsrechter is. Want zonder dat zijn de krachten van die technologie het omgekeerde, dat allemaal gaat concentreren. En ik denk, het debat over de eigendom is denk ik eerder secundair. Het is eerder, hoe kunnen we die concurrentie daar krijgen en dan de eigendom. Zijn er nog andere vragen? Ik nog een vraag? Nou, kom maar door. Ja. Als je heel veel vragen aan hebt, mag je gewoon ook aan tafel komen zitten. Ik had ook een vraag over het begrip innovatie. Dat werd vaak genoemd in deze discussie. En ook in uw betoog aan het begin, weer aan Jan dus. Dat het gaat over dat start-ups, als er minder start-ups zijn, is er ook minder innovatie. Maar we zien juist in die grote techbedrijven toch ook juist dat ze blijven drijven op innovatie en kleinere bedrijven overnemen, waardoor er toch een prikkel blijft bestaan voor innovatie, zodat je door zo'n grote bedrijf kan worden uitgekocht of overgenomen. Dus ik vroeg me af, is het wel zo dat er ook in de praktijk van minder innovatie sprake is? Uiteraard doen de grote bedrijven enorme innovatie. En een van de belangrijke dingen is om te zien, terug het held en de slechterik van de film, die bedrijven creëren enorm veel waarde, vooral door innovatie. Maar ze doen ook andere dingen. Het verhaal van mijn vriend Alex is een waar verhaal. Hij noemt niet Alex, want ik kan zijn naam niet zeggen. Maar het verhaal is waar. En hij had een technologie. Het is een technologie, dat is ondertussen ook al een aantal jaren geleden, om een meer efficiënte peer-to-peer communicatie tussen mobiele telefonen. En hij is heel lang in onderhandeling geweest met een van de grote producenten. En zij hebben gewoon met hun massale macht als ingenieurs, hebben zij gezien wat hij aan het doen is. Ze zijn gedurende 2 jaar aan het praten geweest over een overname. Zijn klein bedrijfje met 7 man. Ja? En na 2 jaar hadden ze het zelf al gedaan, want ze hebben al die informatie van hem gekregen. Dan heb je dingen zoals killer acquisition, noemen ze dat. Een bedrijf zoals Google X, die eigenlijk bedrijven gaat opkopen en soms kopen ze die op en Waze wordt dan gebruikt en dat is nu een bedrijf van Google, maar andere bedrijven kopen zij om die te laten doodgaan. En natuurlijk, daar zit de grote kost, want dan heb je die innovatie niet meer, die bestaat niet meer. Kiva, de robots, die de grote innovatie, en het lijkt iets heel simpel, van ongeveer 8 jaar geleden van Amazon was, in plaats van iets te gaan halen van een rek, brengen we het rek. Ja? En dat zijn robots die onder een rek gaan, die liften dat op en dan brengen ze het rek. Kiva was een bedrijf die in verschillende bedrijven, andere bedrijven zat, niet alleen Amazon. Amazon heeft dat gekocht en heeft het eerste wat ze gedaan hebben, jij blijft uit al die andere bedrijven. Ondertussen zijn er natuurlijk kopieën, maar gedurende 8 jaar
is die technologie niet ontwikkeld geworden. Omdat Amazon er geen interesse had dat hun concurrenten ook toegang hadden tot die technologie. Die bleek enorm efficiënt te zijn voor die magazijnmanagementdoelen. En dus, uiteraard doen die bedrijven innovatie enorm veel. Maar ze doen ook innovatie om die slotkracht te vergroten. En dat is het probleem. Ik zie jou heftig knikken. Ja, ik ben het er helemaal Ik ga even kijken, is er nog een vraag? Want anders dan ga ik afsluiten en dan kunnen we zo meteen doorpraten bij de bar. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Dan wil ik heel graag mijn gasten aan tafel bedanken. Hartelijk dan dank Jan Eekhout, Esther Meamcent, Hans Tegeman en Marieke de Ruiter. Dankjewel dat jullie hier waren. Ook bedankt uitgeverij Lano. En dankjewel theatermaker Max Wind voor je bijdrage. En hartelijk dank dat jullie hier vanavond aanwezig wilden zijn. Ik wens iedereen, ook de mensen thuis, nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer hier bij de Bali.